het is bijna tijdloos. En dat is natuurlijk wel mooi van zo'n boom, is dat het een... het zou vijf jaar geleden ook gemaakt kunnen zijn. Het zou gisteren gemaakt kunnen zijn. Zo'n boom is natuurlijk een tijdloos ontwerp. Dat het niets zegt over de huidige tijd of de tijd waarin zij leefde, maar over de boom en de tijd in het algemeen. Als je normaal op ooghoogte een landschap bekijkt, dan heb je allerlei verdichtingen naar de horizon toe. Maar juist door er van bovenaf op te kijken, en loodrecht dan in mijn geval, kun je eigenlijk allemaal verschillende types in dat landschap isoleren en levert dat steeds een nieuw beeld op. Dat is natuurlijk ook wel mooi van hoe ik werk. Want in feite zijn die landschapsfotografen uit de 19e eeuw, die hadden ook die fysieke arbeid, die zie ik ook wel terug. En dan denk ik van, dat ervaar ik zelf ook, dat je, als ik een foto ga maken met een vlieger, dat je daardoor ook de tijd neemt om goed om je heen te kijken en dat je toch anders in zo'n landschap staat als dat je daar even snel doorheen gaat en klik-klak doet en weer weggaat. Dat je die aandacht, ik denk dat je dat terugziet. Ja. Ik hou van simpel. Dat vind ik een enorm compliment als mensen dat zo ervaren en zeggen van, oh ja, tuurlijk. Was dit er nog niet? Ja.